24/12/2019 heb ik de diagnose uitgezaaide prostaatkanker gekregen. En ondertussen werk ik gewoon weer fulltime en voel ik me goed. En hoop dat lang zo te houden. In 2017 is er bij mij borstkanker geconstateerd. Gelukkig zonder uitzaaiingen. Ik ben daar een jaar lang uitgebreid voor behandeld. En gelukkig met succes. Mijn prognose is buitengewoon gunstig. Ik werk mee aan het Oncode Patiënt Perspectief programma. Omdat ik dat als een reële plicht zie. De wetenschap heeft mij gered. Daarnaast vind ik het een grote eer en een voorrecht om daar aan mee te kunnen werken. Mijn doel is om de stem van de patiënt te laten horen. En wat ik ook heel belangrijk vind, is dat we samen in een soort Jip en Janneke taal kunnen spreken, zodat het voor alle partijen heel duidelijk is waar de problemen zijn, hoe we oplossingen zien of zouden willen zien. Restverschijnselen kunnen bespreken, maar dan op een manier dat we het allemaal begrijpen. Ik denk dat ik als patiënt aan kan geven wat patiënten ervaren qua behandelingen, ook qua bijwerkingen, waar een wetenschapper iets aan kan hebben in zijn onderzoeken. Ja, onderzoek is ook vaak heel hard werk en er zitten veel teleurstellingen zijn daar aan verbonden. De gesprekken met de patiënt, die maken het dat die mensen in mijn groep en ik zelf ook weer meer gemotiveerd raken om dat onderzoek dan door te zetten. En ook de ervaringen en de inzichten van de patiënt die vertellen over hun leven met kanker geven ons ook weer nieuwe ideeën eigenlijk voor nieuwe projecten die we dan kunnen doen in ons onderzoek. Een van de dingen was het immuunsysteem. Nou, het menselijk immuunsysteem is heel erg vernuftig, maar ja, best voor iedereen is het anders. En je weet dat als je ouder wordt, ja, dat immuunsysteem ook wat verzakken wordt. En er waren wat dingen die ik daarop aangaf, waar ze dus wat mee konden. Anders dan niet bij stilgestaan. Ja, kijk, dan helpt toch een onderzoek daadwerkelijk ook weer verder. En dat vind ik ook wel heel gaaf. Een concreet voorbeeld daarin is dat we hadden contact met een patiënt. Die was gediagnoseerd met alvleesklierkanker. En die is uiteindelijk succesvol behandeld. Met een medicijn dat was ontwikkeld origineel voor borstkanker. Die procedure van dat je bestaande medicijnen gebruikt voor een andere ziekte of een andere kanker is iets wat mij geïnspireerd heeft om een nieuwe onderzoekslijn op te starten om datzelfde eigenlijk te doen voor longkanker. Samen met het team waarin ik zit heb je toch een soort wisselwerking en leer je van elkaar. Je hebt allebei iets aan je deelname en dat vind ik toch wel heel mooi. De code kanker die moet gekraakt worden en daar moeten we met z'n allen keihard aan werken. En daar hoop ik heel lang nog aan deel te kunnen nemen.